en welkom vanuit de foyer van theater De Voorvechter in Hardenberg voor het lijsttrekkersdebat in hetzelfde gemeente Hardenberg. We hebben 8 politieke partijen die blikken voor een deel terug op het verleden, politieke verleden van deze gemeente. En we kijken natuurlijk vooruit, want we moeten vooruit met die gemeente Hardenberg. En enkele van deze 8 partijen die gaan een coalitie vormen. Die gaan een nieuwe college vormen voor de gemeente Hardenberg. Martijn Breukeman is de lijsttrekker van het CDA. Jacco Rodemond, D66. Alwin Territzap, ChristenUnie. Romano Boshoven, GroenLinks. Annie Kelder, op koers nu. Gijs Schuurman, 50+. Bert Geling, VVD. En Geert Luisman, Partij van de Arbeid. Welkom allemaal. We hebben ook een lijntje met de buitenwereld. Een lijntje met de samenleving. En dat wordt verzorgd door Dion. Absoluut, goedenavond. En als u nou vragen heeft, kunt u deze sturen via een mailtje naar debat2022@harderweg.nl of een WhatsAppje of sms naar 06-46-80-5094. En ik zou reageren als ik u was, want daarmee kunt u ook het debat, de discussie, een actuele draai geven. Wat u zelf belangrijk vindt, dat komt bij Dion binnen en dat wordt meegenomen in de discussie zoals we die vanavond gaan voeren. Ik heb ze al even voorgesteld in de 8 lijsttrekkers, maar ze gaan iets meer over zichzelf vertellen in de volgende productie. Mijn naam is Martijn Breukeman, lijsttrekker van het CDA in Hardenberg. En samen met Kim woon ik in het prachtige Radenwijk. Het CDA is een club van lokale mensen die staan voor vernieuwing, maar ook vasthouden aan datgene wat goed is. En we maken onze verkiezingsbeloftes waar. Zo hebben we 1000 woningen gebouwd in 3 jaar tijd. En nu gaan we vooral bouwen voor jongeren en voor starters. Daarnaast geven we maximaal ruimte aan de landbouw. Gaan we investeren in de Neder-Saxe lijn. Ook in de centra van kleine kernen, maar ook zeker in Deemsvaart in Hardenberg. En we gaan ook voor meer verlichting in het buitengebied. Hallo, ik ben Jacco Rodemond. Ik ben 52 jaar oud en ik woon in Schuinensloot. Ik ben al 8 jaar fractievoorzitter voor D66 in Hardenberg en ook voor de komende 4 jaar lijsttrekker. D66 wil werken aan goed wonen voor iedereen in alle kernen. We willen een duurzame economie, duurzame landbouw en we willen goede zorg voor iedereen. Mijn naam is Alwin Territzap uit Bergentijn. Ik ben lijsttrekker namens de ChristenUnie in Hardenberg. Vanuit de christelijk-sociale visie willen we samen recht doen aan de Hardenbergse samenleving. Concreet betekent dat 2 zaken. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. En ga met hetgeen je in bruikleen hebt gekregen om alsof het je eigen kostbaarste bezit is. Wij zien 5 actuele thema's in de gemeente Hardenberg die we hebben uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma. Dat is wonen, dat is ondernemerschap, landbouw, landschap, waterbeheer en biodiversiteit, welzijn, zorg en gezondheid en bereikbaarheid en mobiliteit. Lees dat eens rustig na in ons verkiezingsprogramma op waardevolhardenberg.nl. Ik ben Romano Boshoven, ik ben 25 jaar en ik ben de afgelopen 4 jaar fractievoorzitter geweest voor GroenLinks hier in de gemeenteraad. En ik ben nu de GroenLinks lijsttrekker. En ik heb ontzettend veel motivatie, ik heb heel veel zin om de komende 4 jaar met GroenLinks te gaan strijden voor een ambitieus klimaatbeleid waarin we echt stappen gaan zetten om de sociale gelijkheid aan te pakken en om te zorgen dat we een inclusieve gemeente zijn waarin iedereen kan meedoen. Dat is waar ik voor ga, dat is waarom ik GroenLinks kandidaat ben en dat is waar we 16 maart voor stemmen. Dag, ik ben Annie Kelder. Ik woon in Lozen en ik ben de lijsttrekker van Op Koers.nu. We hebben als Op Koers.nu een heel wat speerpunten. Een van die speerpunten is betaalbare koop- en huurwoningen. Geen windmolens zonder draagvlak. En we gaan natuurlijk voor de bereikbaarheid tussen al onze kernen hier in de gemeente Hardenberg. Een goede bereikbaarheid dus. Ook voor de industrieën en voor al het landbouwverkeer in onze gemeente. Ik ben Gijs Schuurman, lijsttrekker 50+. Ik woon in Heemse. En een van onze speerpunten is wonen. Zowel voor jongeren, ouderen als gehandicapten. En we willen graag gratis openbaar vervoer voor ouderen binnen de gemeente Hardenberg. Mijn naam is Bert Geling. Ik woon in Hardenberg en ben de lijsttrekker voor de VVD-fractie. Speerpunten voor de komende periode wat ons betreft zijn om nu echt werk te gaan maken van de energietransitie. En dat door middel van innovatie, waarbij wat ons betreft de Future Farm in het buitengebied een uitstekend voorbeeld is. Verder zouden wij, net als iedereen, graag willen bouwen, maar niet alleen heel veel bouwen, maar ook heel goed bouwen.
iets meer ruimte. We wonen namelijk niet in Amsterdam. Ten slotte willen wij graag dat iedereen gaat stemmen. En zouden wij heel graag deel willen nemen aan het bestuur, omdat we een uitstekende wethouderskandidaat hebben met Werner ten Katen. Hallo, ik ben Gert Luisman, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ik woon in Hardenberg, waar ik ben geboren en getogen. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen. De Partij van de Arbeid gaat voor een sociale gemeente waar het niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. Waar allen een fatsoenlijk inkomen hebben. Waar optimale zorg is voor iedereen. Waar voldoende woningen zijn voor iedere beurs. En waar alle mensen eerlijke kansen krijgen. Stem 16 maart, stem Partij van de Arbeid. Mevrouw Kelder, mijne heren, dat waren mooie woorden van de politici hier uit Haaksbergen. Of Haaksbergen zeg ik, Hardenberg. We gaan eens kijken wat het echt waard is. U vindt op uw tafeltje allemaal een bordje met een rode en een groene kant. Ik heb hier een 8-tal stellingen, die leg ik aan u voor. En als u dan aan de hand van de kleur zou willen aangeven of u het eens bent met deze stelling of niet. Duidelijk? Dan beginnen we met de eerste. Zekerheid en kansen voor boeren gaan voor op natuurontwikkeling. Bent u daar voor of tegen? Dat is 2, 4, 5 en 1, 2, 3 tegen. Dus 5 tegen en 3 voor. Meneer Luisman, waarom bent u daar tegen? Nou, ik ben erop tegen. Kijk, laat ik beginnen met te zeggen dat ik sowieso ben voor dat boeren hun onderneming goed kunnen laten floreren. Alleen, dat moeten we dan wel op een innovatieve manier doen. We hebben een probleem en dat heet stikstof. Dat is trouwens niet alleen maar in de agrarische sector. Dat is ook in de bouwsector en dat is ook in meerdere sectors. Maar ongebreideld voortgaan met zoals we nu bezig zijn geweest. Het was nog niet zo lang geleden dat we gesproken hebben over megastallen en dat soort toestanden. We zullen echt moeten kijken van hoe we op een innovatieve manier ook de boeren bezig gaan om dit probleem op te lossen. Dank u. Tweede stelling. Huidig afvalbeleid behouden. Geen senioren met afval laten slepen. Voor of tegen? Drie voor en 2, 4, 5 tegen. Martijn Breukman, waarom bent u voor? Nou, volgens mij is het huidige systeem van afvalinzamelen prima in orde. Als CDA maken we daarbij ook heel nadrukkelijk de keuze dat iedere 4 weken gewoon de grijze container opgehaald moet worden. Dus niet zoals sommige partijen willen 1 keer in de 8 weken. Mensen betalen genoeg aan de afvalstoffenheffing. Daar mag best een beetje service bij horen. En voor heel veel mensen is het ook gewoon niet te doen om 1 keer in de 8 weken de grijze bak te legen. Dus wij vinden dat mensen voor de belasting die ze betalen ook de service mogen verwachten van minimaal 4 keer... Of om de 4 weken het ophalen van de grijze container. En wat ons betreft blijft daarmee het afvalbeleid in stand. Dank u. Onze boeren en toekomstige generaties verdienen een gezonde boterham door innovatie. Zes voor, 2 tegen. Annie, voor. Ja, je moet altijd kijken naar wat de toekomst je brengt. En daarin moet je ook kunnen flexibel kunnen wezen om dingen te ondernemen. En daar kan innovatie je bij helpen om goed op weg te zijn. Dank. De gemeente moet niet investeren in het verder uitbreiden van de haven aan de Vecht. Vijf tegen, zeg ik dat goed? 6 tegen, 2 voor. Ben de Geling tegen? Ik ben voor de investering. Maar de tekst is een beetje merkwaardig geformuleerd. Maar de VVD is buitengewoon geïnteresseerd in de plannen die er mogelijkwijs zouden zijn om de haven in ieder geval interessanter te maken. Ik ben benieuwd naar de stellingen zo meteen die verdedigd worden. Want of dat nou financieel helemaal haalbaar is om deze grote parkeergarage te verwijderen, daar laat ik me graag over informeren zo meteen tijdens de debatten. Maar het lijkt me buitengewoon interessant om een mooie, goede haven te hebben die voor verbinding zorgt met het Marktplein. Dank. De gemeente Hardenberg moet naar een systeem voor achteraf scheiden van afval. Meneer Breukeman, groen of rood? Ja, daar ga ik wel goed mee. Ja? 1, 2, 3, 4 tegen en dus 4 voor. ChristenUnie tegen. Waarom, meneer Terisap?
Nou, volgens mij moet je sowieso niet al te veel over de systemen nadenken. Maar de belangrijkste opgave is volgens mij dat wij vanuit de circulaire economie anders met ons afval om moeten gaan. En dat we er alles aan moeten doen om het afvalstromen te verkleinen. En wij denken niet zo op het eerste oog dat achteraf scheiden nou daaraan bijdraagt. Dank u wel. Omdat kinderen lijden onder gebroken gezinssituaties, moeten we investeren in de mogelijkheden tot voorbereiding op ouderschap en ondersteuning bij echtscheidingssituaties. Er wordt op het laatste moment nog gedraaid. 4 voor, 4 tegen. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Jacco Rodemond, D66, u bent tegen. Dat klopt, omdat het is een stellige stelling. We moeten meer ondersteuning bieden bij het voorbereiden van ouderschap en echtscheidingssituaties. En daarmee kom je in je beleid achter de voordeur in je gezinnen terecht. En ik denk dat we vooral het vertrouwen moeten geven aan mensen om volwassen genoeg om te gaan met hun eigen leven en hun eigen gezinssituatie. En als er dan problemen zijn, dan moeten we ze helpen. Maar om te gaan voorbereiden op eventualiteiten vind ik wat vergaan en een inbreuk op het persoonlijke leven. Er mogen geen windmolens op land worden geplaatst. Voor of tegen? Dat is weer 4 om 4. Romano Boshoven, tegen. Ja, tegen. Omdat zonder windmolens op land gaan we onze duurzaamheidsdoelstellingen simpelweg niet volbrengen. Dus daarom zullen we altijd een goede combinatie moeten hebben tussen en zonne-energie en windenergie. En daarom zullen er ook windmolens op land moeten komen. Dank u. Over 4 jaar hebben alle inwoners van de gemeente Hardenberg een betaalbare woning die bij hun portemonnee past. Daar bent u allemaal voor. Dat is heel ambitieus. Schuurman, waar staat u? Ja. Ja, natuurlijk zijn we daarvoor. Het is natuurlijk alleen wel de vraag, is dat haalbaar? Er zal dan een gigantische inhaalslag gemaakt moeten worden voor woningbouw. Want anders kom je er niet. Dus ik denk dat het hoog op de agenda moet. Ja. Ja, absoluut. Het zijn een beetje rare tijden. Ik wil daar vanavond toch wat aandacht voor vragen. We gaan natuurlijk volgende week woensdag gaan we naar de stembus toe. Zeker met ons hoofd en met ons hart gaan we stemmen. Maar in ons achterhoofd zijn we natuurlijk ook allemaal bezig met de situatie in Oekraïne. Die vreselijke oorlog met Rusland. We kunnen er niet aan voorbij. Ook op zo'n avond als vanavond in Hardenberg denk ik niet. Zal dat de uitslag van de verkiezingen beïnvloeden? Hoe schat u dat in als lijsttrekkers in Hardenberg? Meneer Geerling? Ja, dat denk ik wel. Ik, vanuit mij persoonlijk heb net nog even gekeken naar het journaal alvorens hier naartoe te gaan. En ja, dan lijkt wat we hier doen allemaal echt volstrekt onbelangrijk. En wat je tevens ziet, en dat vind ik een constatering die we nu doen, is dat we natuurlijk in de afgelopen periode blijkt nu volstrekt van geopolitieke verhoudingen afhankelijk zijn geworden en niet meer in staat zijn om in eigen energie te voorzien, misschien zelfs in eigen eten en dat soort dingen. Een leger hebben wat niet meer up-to-date is. En je ziet dat alle dogma's die we hadden, hè, zoals de energievoorziening, ook ineens weer ter discussie staan. Mogelijk kolencentrales zelfs die langer open gaan. Dus is het inderdaad zo dat de energietransitie op deze manier doorgevoerd moet worden? Dus de aanleiding vind ik daadwerkelijk echt verschrikkelijk. Ik denk ook dat iedereen met zijn hart er ook niet echt bij is. We zitten echt allemaal te kijken naar beelden die ons zeer verontrustend zijn. En wat mij betreft zit daar ook een verantwoordelijkheid bij die we zeker moeten nemen. En ook in Hardenberg wel gaat doorwerken. De gemeente Hardenberg heeft al gezegd, we moeten geld reserveren. Ja. We moeten ook kijken naar opvang. Mevrouw Kelder, de gemeente Hardenberg heeft een warm hart, een groot hart voor vluchtelingen, zou ik zeggen. Ja, dat heeft ze zeker. En er worden allerlei mogelijkheden ook aangeboden om te kijken van, is er wat vrij waar mensen uit de Oekraïne in kunnen? Dus daar wordt goed gekeken op de gemeente. Ja. Maar de mensen om ons heen, die geven dat aan. Meneer Rodemond, hoe ziet u dat? Is er een invloed vanuit de verkiezingen straks woensdag en die vreselijke oorlog? Dat zal ongetwijfeld en de uitslag zal het moeten leren. Ik denk wel dat het onderstreept hoe belangrijk het is om te gaan stemmen en hoe belangrijk het is om te ervaren dat wij in die vrijheid en welvaart kunnen leven hier in Hardenberg. En dat we
ook nog eens een keer een link hebben inderdaad met de plekken buiten Hardenberg, met de provincie, met Nederland, met de hele wereld in die zin. En ik denk dat het goed is om ook daarover na te denken als je in het stemhokje staat. Hartelijk dank allen. En ik wil graag Martijn Breukelman en Alwin de Rietstap vragen om naar voren te komen. Zo, heren. Zijn we er klaar voor? Dat zullen we zien. Dan komen we met de eerste stelling. Zekerheid en kansen voor boeren gaan voor op natuurontwikkeling. ChristenUnie mag beginnen. Ik mag beginnen volgens mij op de stelling van het CDA. Kijk, wij zijn voor zekerheid en kansen voor boeren. Maar ik denk dat we er nu echt voor moeten waken dat we die scheiding te veel gaan leggen. Want dan zie ik de kansen voor de boeren somber in. We zullen hand in hand moeten gaan hoe we de sector verder gaan verduurzamen. Hoe we daaraan bijdragen dat je ook op het gebied van biodiversiteit, en wat voor mij heel erg belangrijk onderwerp is binnen de natuurontwikkeling, dat we daar ook naar kijken wat de effecten daarop zijn. En als we die hand in hand laten gaan samen met innovaties om een toekomstbestendige landbouw te houden, dan denk ik dat we elkaar best wel daarin kunnen vinden. Maar dat is voor ons de reden dat wij deze stelling wat te stellig vinden, en dat er ook een tegenstelling in zit die juist de kansen verkleint voor boeren. Dat schreef toch maar een reactie, CDA. Ja, dat is zo. Ik denk dat onze beide partijen verantwoordelijk zijn voor het landbouwbeleid wat we in de afgelopen 30 jaar hebben gevoerd. En we zijn de hele week al op pad bij boeren. En wat ik daar ontzettend zo knap vind, dat ze heel veel zelf innoveren. Dat ze heel veel zelf in staat zijn om goed te boeren. En de Nederlandse boer is de schoonste en de meest efficiënte boer ter wereld. En wij vinden dat we daarom lokaal maximaal de ruimte moeten geven aan agrarische ondernemers. En de heer Ter Rietstap, u bent de afgelopen 4 jaar ook bestuurlijk geweest voor zowel ondernemers in de gemeente als voor de agrarische sector, voor de landbouw. Maar als ik dan kijk naar de stellingen zoals ze ingevuld zijn, bijvoorbeeld ook de stemwijzer, dan kiest u als het gaat om ruimte voor ondernemerschap voor oneens. En voor de stelling tussen natuur en landbouw kiest u voor natuur. En dat geeft ons de indruk dat als u kleur moet bekennen, dat de ChristenUnie heel hard kiest voor natuur. En dat doet ons een beetje zeer voor de boer die juist zo heel goed en heel schoon en efficiënt kan produceren. Meneer Ter Rietstap. Ik ben blij dat de heer Breukelman constateert dat wij voor natuur kiezen, want dat klopt. Daar zal ik ook mij nooit achter verschuilen. Maar wij denken dat het naar de toekomst toe, en dat zien we, dat de balans zoek is geraakt. En als je wilt naar de toekomst, juist ook voor de boeren, dan is schaalvergroting niet de toekomst. Dan is de toekomst ligt hem op innovatie. Dat we anders met ons produceren van onze producten omgaan. En het verdienmodel van de agrariërs. Het is niet eens mijn eigen achterban, volgens mij. En dat het verdienmodel van de agrariërs, dat dat geborgd moet worden. En daar ligt de toekomst van de landbouw. En dan gaan ze hand in hand. En ik heb ook in het partijprogramma van het CDA gelezen over rentmeesterschap, dat we de wereld beter willen achterlaten voor de volgende generatie. Dat is me uit het hart gegrepen. Maar ik hoop wel van harte dat dat niet alleen betekent dat mijn bedrijf groter is geworden, maar dat er ook nog een vorm van biodiversiteit over is, ook hier in Nederland, waarin onze volgende generaties daadwerkelijk van kunnen genieten. Meneer Breukelman, u heeft er niets van begrepen. Nee. En over die balans wil ik nog wel iets zeggen. Mooi dat er applaus is uit de linkse hoek. Maar de balans, daar hadden we het 4 jaar geleden met elkaar ook over. Toen zeiden we met elkaar, landbouw en natuur moet hand in hand met elkaar gaan. De balans vinden tussen die twee waarden. En één ding weet ik zeker. In de afgelopen 4 jaar is de natuur wel aan ontwikkeling toegekomen. Maar de boer en het imago van de boer hebben alleen maar verder weggezet. Zo van, dat is niet goed, dat is niet goed voor het milieu. En we hebben alleen maar gekeken naar de postzegel Nederland. Alle onderzoeken tonen aan dat wij het meest schoon, het meest efficiënt voedsel kunnen produceren. En met de huidige onzekere tijd die er is, denk ik dat dat een waarde is die we echt vast moeten houden. Meneer Ter Rietstap, ik heb het erover als laatste opmerking. Kort. Omdat het uit balans is en juist het steunen van de boer, dat is waar we hiervoor moeten gaan staan. En ik weet ook zeker dat dat de waarde is die in de komende jaren heel erg belangrijk zal zijn. Meneer Ter Rietstap als laatste. Dan gunnen we dat applaus ook. Ik ben er helemaal mee eens dat de boer ten koste gaat van de polarisatie. Maar als je polarisatie wilt voorkomen, kies dan niet de flank en zoek dan de toekomst voor de balans. Heren, hartelijk dank allebei. Graag gedaan. We gaan eens kijken richting de buitenwereld, richting de samenleving, Dion. Zijn er vragen? Kom er eens bij. Ja, zeker. Rita heeft het verkiezingsprogramma van CDA doorgelezen. En zij vraagt zich af, wat is de motivatie voor het openhouden van zwembaden in de winter? Ja, dat is een hele goeie. Wij zwemmen graag bij het CDA, dat zeg ik maar voorop. Maar de signalen die we ook heel vaak horen is dat heel veel ouderen ook samen zwemmen in de vele buitenbaden die Hardenberg kent. En we zouden het ook zo leuk vinden. En we zijn eigenlijk een beetje door corona erachter gekomen dat het de roep was om meer buitensport te doen. Hè. Corona in de winter, alles dicht, hè. Ook de binnenbaden. En als we de buitenbaden open zouden kunnen doen, dan is het ook voor een hele hoop mensen weer een sociaal uitje, een sportief uitje.
Goed voor de gezondheid, goed voor de sportiviteit, maar ook goed voor de stichtingen die de buitenbaden in onze gemeente beheren. Hartelijk dank. Ik wil graag dat mevrouw Kelder en meneer Luisman naar voren komen. Op koers punt nu en de Partij van de Arbeid. Klopt. Klopt helemaal. Ja. Klaar voor? Ja hoor. Het huidige afvalbeleid moeten we behouden. We moeten geen senioren met afval laten slepen. Precies, zo is het. Ja. Dat vraagt om een reactie. Dus, ja, het is ja. Een mooie stelling, maar ik ben het er niet mee eens. Vertel. Nou ja, ik vind dat het er nog wel een tandje bij kan. Als we kijken naar de afvalstromen die we hebben, dat is nog steeds te veel. En het wordt alleen maar meer en meer en meer. Het moet gewoon minder. Dus als we naar ons afvalbeleid kijken, en we kijken bijvoorbeeld naar een circulaire economie, dan zouden we daar wat meer aan moeten doen. We moeten mensen meer bewust maken van het scheiden van afval. Want het begint bij de enkele huishouding. Maar als we dan kijken naar die grote containers, en daar zit trouwens ook mijn tweede opmerking. Geen senioren met afval laten slepen. Wel met containers, blijkbaar. Maar niet met een zakkie. Ik snap het niet helemaal, maar ik zou bijna niet willen doen. Want als ik een oude buurman heb van 88, dan haal ik dat ding weg. En dan zet ik dat ding bij de straat. Dus dat tweede, dat snap ik sowieso niet. Maar we moeten echt meer doen aan afvalbeleid, in de zin dat we mensen meer bewust maken van hoe we omgaan met ons afval, en dat we echt meer, minder afval produceren. Mevrouw Kelder. Nou, minder afval produceren, dat gebeurt zeker door de afhaalmomenten die we hebben van een grijze container. En dat willen we graag zo houden, want dat is 1 keer in de 4 weken. En dat zou opgeschroefd worden naar 1 keer 8 weken. En dat willen we beslist niet, want dan komen we in de verdrukking. En zeker de ouderen onder ons, die kunnen dan de container makkelijker aan de straat zetten als dat moet. En als ze dan... Als je het beleid uitbreidt, dan moet je ook met een zak slepen. Nou, dat is voor een oudere niet te doen. U wilt het terwijl... makkelijker maken? Ja, ik wil het makkelijker maken. Daar kunt u maken. Toch niet op tegen zijn? Nee, ja. Het gaat me niet om het ouderen makkelijk maken. Het gaat me om het afvalbeleid in zijn totaliteit. Ik vind dat wij met elkaar nog steeds te veel verspillen. Kijk alleen naar hoe we met voedsel omgaan. 30% van ons voedsel wat we kopen en wat we produceren, wordt gewoon weggegooid. Daar doen we niks mee. Dat is ook afvalbeleid. Ja, dus dat is zeker daar zouden afval. We veel meer aan moeten doen. De bewustwording van hoe wij met onze consumptie en met onze goederen omgaan. Daar gaat het mij om. En daar gaat het woordje afvalbeleid om. Ja, afvalbeleid is, je begint bij de bron, hè? Waar het in verpakt wordt. De verpakkingen en dergelijke, die moet je dus ook kwijt. Dus dat kan nu in de PMD, containers. Maar goed, je wilt het nog verder uitbreiden. Dus moet je nog beter aan de bron proberen om dat apart te houden en anders te verpakken, zodat je geen afval hebt. En dat is wat wij voorstaan, dus... Wilt u daar nog op reageren? Nou ja, in die zin dat... kijk, als het gaat om afval scheiden, daar heb je het over. Ja, dat is... Wij mensen zijn helemaal niet zo goed in afval scheiden. Beleid want op scheiden. De grijze container, die zit meestal aardig vol. Die zou eigenlijk gewoon leeg moeten zijn. Ja, die zou leeg moeten zijn. Dan moet je niks gebruiken, dan is die leeg. Nee. Denk ik. Nee, je moet dusdanig zaken kopen en bewust zijn. Want plastic, de meeste plastic die wij verzamelen, die worden anderzijds bij waar het wordt verwerkt. Heel veel plastic kunnen ze niet eens verwerken. Mevrouw Kelder, wilt u daar nog op reageren? Ja, ik heb het plastic om dat uit ons afval te halen, dat is al een vooruitgang. Dus dat is alleen maar goed. Er blijft een klein beetje restafval over. Maar als u hem nu al vol heeft, dan snap ik niet dat u over de afvalbeleid over 8 weken de container vast wilt legen. Dus, waar laat hij dan zijn spullen? Ja, dat weet ik niet. Dames en heren, dank. Mijn grijze container zit meestal niet vol. Nee? Oké. Okay. Hartelijk dank allebei. Dank u wel. Ja. We gaan weer even naar Dion. Want er komen nog steeds vragen binnen. Of er komen nieuwe vragen binnen. Ja, er zijn door twee dezelfde mensen... is er een vraag voor Annie Kelder van Op Koers. U vertelde bij uw intro over het draagvlak creëren... als het gaat om windmolens. Ja. En Jan en Inge zijn heel erg benieuwd hoe u dat gaat doen. Om draagvlak te creëren? Nee, dat gaan we, nou ja, dat gaan we niet doen. We gaan er eigenlijk uit vanuit de bewoners... waar een plan zou komen voor windmolens. Dat... dat ze kunnen zeggen wat zij ervan vinden. Of ze krijgen een goede... hoe noem je dat? Een goede begeleiding. Of je krijgt
je mag zelf meedoen of je maakt een coöperatie, een energiecoöperatie waarin de gelden terechtkomen, waar dan de hele omgeving gebruik van kan maken. En als dat gebeurt en mensen in de buurt die vinden dat geweldig, dan kunnen we echt pas zeggen, dan heb je draagvlak. Maar u weet hoe het vaak gaat met windmolens. Ja. Iedereen is er gek op, maar niemand wil ze. Nee, precies, want niemand wil ze in de achtertuin. Nee. Dus dat draagvlak is wel heel erg belangrijk eigenlijk. Dat is ontzettend belangrijk, vinden wij. Daar gaan we ook op af. En anders niet. Oké. Dank u. Ik wil graag dat Jacco Rodemond en Bert Geerling hier komen staan. Zo, heren, zijn we er klaar voor? Zeker. Ja? Dan kom ik nu met de stelling. Onze boeren en toekomstige generaties verdienen een gezonde boterham door innovatie. Meneer Gelling. Ja, ik sta hier met een wat merkwaardig gemoed, Maurice, beste kijker. Want de VVD is bij uitstek de partij die innovatie voorstaat, ook in de agrarische sector. Maar bij de voorbereiding werd ik als discussiepartner van meneer Rodemond genoemd om tegen te zijn. Dus ik weet niet precies wat de nuance nu moet zijn die ik hier aan ga brengen. Te meer omdat in mijn introductiefilmpje ik al aangaf dat de VVD de Future Farm juist als voorbeeld ziet voor de toekomstige generaties boeren. Future Farm niet geheel per ongeluk, ook nog een initiatief van VVD, oud-raadslid Erik Bak. Wij zitten daar bovenop. Dus wellicht dat we de nuance kunnen opzoeken. Meneer Rodemond, u bent het eigenlijk met elkaar eens hierover. Nou, dat kan ook een conclusie zijn. Ik zou één ding willen toevoegen, ja, als ik nog mag. Want wellicht dat meneer Rodemond daar dan op wil reageren, want het verschil waar wij volgens mij wel mee te maken krijgen is dat ik het gevoel heb dat meneer Rodemond in ieder geval zijn partij de productie wat wil inperken. Dus heel sterk op het verminderen van het aantal agrarische bedrijven. En dat is nou net iets waar wij in Hardenberg denk ik niet direct een groot voorstander van zijn. Te meer omdat de Future Farm, waar ik naar verwezen, laat zien dat als je de innovatie serieus neemt, je uiteindelijk het stikstofprobleem kunt oplossen. Want de mogelijkheden liggen er, alleen de wens moet er ook zijn. Meneer Rodemond, D66. Ja, ik wil u niet helemaal teleurstellen, maar zelfs daar vindt u niet echt een grote tegenstelling. Inderdaad is landelijk gezegd dat het aantal boerenbedrijven en de veestapel ook gehalveerd zou moeten worden. Lokaal zien we in ieder geval wel de grote waarde van de landbouwsector, ook voor Hardenberg. En we willen juist meer ruimte geven aan boeren om hun werk te kunnen doen. Ja, ik zoek ook natuurlijk een beetje naar de nuance, ook omwille van het debat misschien. En dan kijk ik in ieder geval naar de rol van onze overheid. Waarom omwille van het debat? We kunnen het ook gewoon met elkaar eens zijn, toch? We zijn het in grote lijnen in ieder geval met elkaar eens dat we boeren de ruimte moeten geven om te innoveren, om hun ondernemerschap goed te kunnen uitnutten. Ook ten behoeve overigens van de natuur zie je een vorige stelling wat dat betreft. Hè. We zien wel daarin een hele mooie balans ontstaan. Wij zien in ieder geval ook een actieve rol voor de overheid hierin. Omdat als ik spreek met boeren, en dat zijn dan niet de boeren die nu grootschalige innovaties toepassen, zoals Future Farm, maar dat zijn mijn buren die een relatief gewone koeienboer of kippenboer zijn, en die wensen gewoon dat ze innoveren kunnen, maar ze zitten gevangen in een bepaald systeem. En ze zien gewoon dat ze al zoveel hebben geïnvesteerd dat die mogelijkheden opgedroogd zijn. En graag willen wij vanuit de overheid daar helpen. Bijvoorbeeld door minder regels, maar ook zeker door een zakje geld mee te geven om die innovatie aan te zwengelen. Want Ik zie daar wel een verdienmodel in. Meneer Gelling. Nee, ik kan alleen maar constateren dat ik heel blij ben met deze woorden. En ik hoop ook dat we dan meneer Rodemond gaan vinden bij de besluitvorming in de Raad. Want daar heeft er nog wel eens wat aan geschort als het gaat over planologische ontwikkelingen ter zake agrariërs. Maar het is prettig om hier gehoord te hebben dat innovatie, mogelijke uitbreiding, ook bij D66 goed gehoord gaat zegt vinden. Zegt u nou dat meneer Rodemond misschien iets anders zegt dan dat hij stemt? Als er een raadsvoorstel is. Wat ik hier zeg, is dat ik heel blij ben. Ik zie knikkende mensen ook. Ja, er is zo. Meneer Rodemond, als laatste. Ja, als het gaat over innovaties die niet recht doen aan andere uitgangspunten van ons. Hè, ook zorg voor de natuur, zorg voor de omgeving, zorg voor de gezondheid, zorg voor een gezonde bodem. Ja, dan vindt u ons niet op dat pad van we moeten alleen maar innoveren om het innoveren. We willen innoveren om een kanteling te maken in de landbouw die goed is voor de natuur, die goed is voor onze boeren, maar die ook goed is voor onze toekomstige generaties. Heren, dank allebei.
Wij gaan weer even naar Dion. Ja, gaat het goed met de vragen? Zeker, er komen steeds meer vragen binnen, dus dat is heel fijn. Leuk dat u kijkt. Deze vraag is aan D66 en gaat over zonneweiden of zonneparken. Het bestaat uit twee delen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de opbrengsten niet in zakken van buitenlandse investeerders belanden? En hoe zorgt u voor meer inwonersparticipatie? Ja, eigenlijk is dat een relatief simpele vraag. Want we kunnen natuurlijk onze inwoners zelf vragen om zonneparken, als die er moeten komen, aan te gaan leggen. En we kunnen dat initiatief ook daar laten. Als wij zeggen vanuit de overheid, we willen op die en die bewuste plek een zonneweide en schrijf maar in, dan komt het zeer waarschijnlijk terecht bij mogelijk buitenlandse investeerders. Maar als we het initiatief laten bij de plaatselijke belangen of coöperaties in de wijken zelf, zie ik er veel heil in om dit te realiseren. Dank u. Ik zou graag willen dat GroenLinks en 50PLUS naar voren kwam. We zijn bij de vierde stelling. De gemeente moet niet investeren in het verder uitbreiden van de haven aan de Vecht. Meneer Schuurman. Nou, wij zijn voor dat er wel geïnvesteerd wordt. Kijk, het is niet alleen de dikke meneer met die dikke boot, maar het is ook gewoon de moeder, de bijstandsmoeder, met haar kindjes die daar ook eens een keer naartoe kunnen. Ook voor een stuk ontspanning. Dat ze niet meteen buiten de stad hoeft, maar ook in de stad met boodschap doen, kan gecombineerd worden. Ik bedoel maar, iedereen heeft niet een dikke portemonnee om elke dag. En daar moeten we rekening mee houden. Ja, nee, zeker. En deze stelling die gaat er exact over hoe wij als gemeente met onze prioriteiten moeten omgaan. Want het plan om de Vechthaven hier uit te breiden, of ik lees zelfs in het verkiezingsprogramma van 50PLUS, om de gedempte haven te slopen en daar weer een nieuwe haven voor bootjes in te leggen, dat zou miljoenen kosten. En ik ben vandaag op straat geweest hier in staat Hardenberg. Ik heb mensen gesproken. En een nieuwe haven is echt niet waar nu de prioriteit heeft. Dat is het omlaag brengen van de enorme gasprijzen bijvoorbeeld. Dus we moeten mensen helpen met isoleren. Is bijvoorbeeld de staat van alle fietspaden in onze gemeente, die echt niet goed zijn. We hebben onlangs het fietspadenplan in de raad gehad. We weten wat voor prioriteiten daar zijn. We weten hoeveel geld dat gaat kosten. En dan nu zeggen, investeren in het uitbreiden van de haven. Alle partijen die dat zeggen, vertellen niet het eerlijke verhaal. Want dat is niet wat we nu moeten doen. Meneer Schuurman, het is verspilling van geld. Nou, ik wil er toch alleen maar op reageren. Kijk, die energieprijs is nu hoog. Is dat over 4 jaar nog zo? In de loop van deze zittingsperiode? Dat weet niemand. Dat kan niet in mijn glazenbol, nee. Er heeft niemand een balletje om te kijken van is dat zo of is dat niet zo. Maar slechte fietspaden blijven slecht. Daar is een goed plan voor. Maar ook wanneer je een haven dus bevaarbaar maakt en wat meer recreatie, dat levert ook op, ook voor de inwoners, maar ook voor de ondernemers. Hetgeen wat je zult bewerkstelligen als je hier een soort nieuwe, vernieuwde haven gaat maken, is dat je voor de kleine groep mensen die het geluk hebben dat ze een bootje hebben, dat je het wat mooier maakt. Zeker. Dat kleine groepje zal daar heel blij mee zijn. Maar de grote groep zit er niet op te wachten. Daarbij zal het bevaarbaar maken van de Vecht, het opvoeren van het aantal vaarverkeer hier op de Vecht, zal voor overlast zorgen en het zal voor aantasting van onze mooie ecologische waarde van de Vecht zorgen. Waar we net de afgelopen jaren voor hebben gezorgd dat die Vecht die mooie groene zone is, ook voor die bijstandsmoeder waar u het in het begin over had, meneer Schuurman, zodat die ook hier langs de Vecht een mooie wandeling kan maken. En dan moeten we nu niet hier miljoenen gaan steken in het uitbreiden van een haven. Meneer Schuurman, als laatste kort. Ik ben dus van mening dat je niet alleen een haven moet bekijken, maar ook een stukje steil bijvoorbeeld. Zodat kinderen even daar kunnen spelen in het zand. Dus het is veel breder als dat u zegt, meneer Boshoorn. Hartelijk dank allebei. We zitten aan de tijd, sorry. Ja. Dan gaan we even naar Dion. Ja, ben ik weer. Er is een vraag binnengekomen van Herman voor Romano Boshoven van GroenLinks. Hij vraagt zich af of biodiversiteit niet meer thuis hoort in het buitengebied en in parken dan in woonwijken. Nee, zeker niet. Biodiversiteit hoort overal thuis in onze gemeente. En zeker ook in het buitengebied. Maar ook onze,
naar onze stedelijke gebieden zullen we echt moeten gaan vergroenen. Want we zien door ontzettende klimaatverandering dat het steeds warmer wordt en het weer wordt steeds extremer. Dat betekent ook dat al het regenwater op een goede manier weg moet kunnen. Dus dan moeten we meer groen hebben, ook in onze stedelijke gebieden. Dat is zowel voor de insectenstand, voor de biodiversiteit goed, maar ook voor het vermogen van onze steden om water te kunnen afvoeren en om te zorgen voor enige verkoeling in de warme zomers. Ik wil graag meneer Gelling en meneer Breukelman naar voren. U wrijft in uw handen. Ja, zeker. En waarom doet u dat? Nou, was mijn vorige debat met meneer Rodemond al lastig, omdat we volgens mij dezelfde mening hadden. Maar had ik in ieder geval nog bij het bordjes draaien gekozen voor dan maar een mening die af zou wijken. Ik zag net meneer Breukelman bij de stelling al akkoord gaan met de nascheiding. Dus de gemeente, ik zal de stelling noemen. De gemeente Hardenberg moet naar een systeem voor achteraf scheiden van afval. Meneer Breukelman. Ja, ik had het bordje op groen gedraaid. Ik zal vertellen waarom. Wij denken dat op dit moment op afval op zich redelijk goed geregeld is. Mensen scheiden hun afval. We voldoen al aan de doelstelling die hier ook voor 2030 is. Alleen, wij denken wel, samen met de VVD, als wij de last voor inwoners nog verder kunnen verlagen, en dat zou een systeem van nascheiden aan bij kunnen dragen, dat inwoners dus alles in één container kunnen doen, en dat een bedrijf aan nascheiding doet, dan zouden wij daar wel voor zijn, op één voorwaarde, dat de inwoners niet meer afvalstoffenheffingbelasting gaan betalen. Dus als de kosten gelijk blijven, maar de service voor de inwoner gaat omhoog, dan zouden wij wel voor zijn. Maak er één opmerking nog bij. Vandaag nog wel even flink gezocht naar gemeenten waar ze dit soort systemen hebben. En dan kwam ik vooral nog heel veel gemeenten tegen waar dan bijvoorbeeld alleen het PMD uit de grijze container kan worden gehaald. Dus ik daag de VVD uit om met een heel goed plan te komen. En als dan de kosten gelijk blijven en de service omhoog, dan gaan we heel graag met de VVD mee. Kom met een goed plan. Ja, oh zeker. Maar het aardige is wel, toch even opmerken, dat wij natuurlijk de afgelopen 8 jaar volgens mij ons beide heel druk... Niet te veel terugblikken, we wachten op een plan. Nee, maar daar kom ik. Hebben ons heel druk hebben gemaakt over het afvalstoffenbeleid. Want even schetsen. Kort. We hebben niet even kort. Nou ja, maar even het probleem. Hè. Wat ik interessant vind, en ik koppel hem eigenlijk zo meteen als het mag aan de windmolens. Wat er gebeurt is dat we de opdracht hebben om van 200 kilo... restafval waar we ooit mee begonnen, terug te gaan naar 30. En de eerste 100 die hebben we, maar de laatste 70 is een heel ander verhaal. Ten meer dat blijkt dat in de afvalstromen zoals we die nu hebben heel veel vervuiling optreden. En wat mij nu intrigeert, en daar zijn wij het volgens mij wel over eens, is dat heel erg geduwd wordt op maatregelen. Want wat zou de maatregel zijn volgens sommige mensen in de Raad? We halen het gewoon minder vaak op. Hè. Het was eerst 1 keer in de 14 dagen. En weet je wat, we halen het 1 keer in de 2 maanden op. Dan hebben we vanzelf minder afval. Nou, dan komen we met het zeulen met de pakketjes. Daar zou ik niet op ingaan. Waar mij het om gaat, is dat we ervoor zouden moeten zorgen dat ook het bereiken van je doelstelling bij afvalbeheer veel positiever ingezet wordt. Het moet namelijk zo zijn, als je een goede bijdrage levert, dat je dus minder gaat betalen. Dat is nu niet helemaal het geval. Het moet zo zijn dat als het goed gaat met afvalbeheer, als je je best doet, als je uiteindelijk komt tot het doel wat je hebt, dat je daar ook profijt van hebt. Dat je als burger ziet... Het moet lonen eigenlijk. Ja, maar het moet ook lonen. Wacht even, meneer Brokkerman, kunnen de kiezers, de inwoners van Hardenberg, mogen u daarop afrekenen, politiek gezien? Als het lonend is, dat dan dit soort plannen worden ingezet? Nou, ik zou daar nog wel iets voor willen verbreden. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, Rova is hier de partij die het afval ophaalt. Dat is een samenwerkingsverband van een hele hoop gemeenten. Die zijn klein begonnen met een aantal vrachtwagens door vuilniszakken op te halen. Wie nu naar Rova kijkt, ziet een organisatie die stikt van beleidsadviseurs, mensen die beleid maken, die adviseren, een hele hoop mensen achter het kantoor. En wat is daar het nadeel van? Dat is dat de service naar beneden is gegaan, maar de kosten zijn alleen maar blijven stijgen. En daarom zou ik al met de heer Gelling een onderzoek willen doen naar een ander systeem of een andere partij. Want wij vinden eigenlijk, als inwoners beter scheiden en dus minder afval hebben, zouden ze ook minder moeten betalen. Het gaat allemaal goed komen. U bent het met elkaar eens. Ik zou zeggen, shake hands. En dit is geregeld in Hardenberg. Dank je wel. We gaan weer even naar Dion. Ja. En inwoner Jan heeft een vraag aan de VVD. Namelijk, waarom komt de VVD op de proppen met een beroepsbestuurder die niet in onze gemeente woont? Is er geen lokaal liberaal talent? Oh, ik ben heel erg blij met deze vraag. Want naar onze stellige overtuiging is het namelijk zo, en je ziet het vanavond al,
dat we het eigenlijk inhoudelijk allemaal best wel eens zijn. We zoeken de verschillen, hè, dat gaat dan over een haven, over dingetjes. Maar doorgaans is de gemeenteraad in Hardenberg heel erg constructief en werkt, denk ik, heel goed samen. Waar het dus wat mij betreft juist op aankomt, is dat je dan ook een bestuurder levert die voor continuïteit zorgt. Daar is het een beetje aan geschort de afgelopen periode. Dat er iemand zit die de omgeving kent, die weet waar het om gaat, maar die ook echt ervaring heeft in het besturen. Dan kun je wel ambitie hebben als VVD'er. Ik zeg van, nou, ik vind het heel leuk, ik wil het graag doen. Maar Hardenberg is een hele grote gemeente, groeit nog, is een hele mooie gemeente met heel veel kansen. En wat ons betreft verdient dat echt een hele goede bestuurder met ervaring, die ervoor kan zorgen dat we, dat het nog beter wordt dan dat het al is. U noemt het een goede bestuurder. Veel kwaliteit, die moet je binnenhalen, want dat is goed voor die gemeente. Ik heb nog iets wat mij bezighield toen ik hier naartoe reed vanavond. We hebben gloedvolle betogen. Het is allemaal prachtig wat ik hier hoor. Ik geloof dat ik met heel veel mensen ook nog eens ben. Maar hoe kan het toch dat bij zoveel mensen in de zaal buiten het idee heerst, die politici, het is prachtig, ik mag één keer in de vier jaar naar die stembus en voor de rest zien ze mij niet staan. Het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest. Wie wil daar iets over zeggen? Nou, ik wil er best wel een aftrap over doen, maar we zullen er allemaal beelden over hebben. Maar een van de belangrijkste dingen is, denk ik, hoe wij vanavond hier bijvoorbeeld het gesprek met elkaar voeren. Gaan we het eerlijke verhaal vertellen of gaan we proberen de goedkope beloftes en de snelle beloftes doen, waarvan we weten dat die in de praktijk onvoldoende wel of niet bijdragen aan de daadwerkelijke opgave die er ligt. Dus ik denk dat daar een grote uitdaging ligt in eerste instantie. En er is zo ontzettend veel aan de hand. En ik denk ook de omgangsvormen zoals wij hier als collega's met elkaar hebben, die, ik denk, ben ik met de heer Gelling eens, over het algemeen goed is, dat dat bijdraagt aan de aan het vertrouwen in de politiek. En ik zou het ons, maar dat vertrouwen is er dus niet. Nee, landelijk niveau zie je dat ook. En ik denk, dus ik probeer een relatie te leggen van hoe er landelijk met elkaar om wordt gegaan en waar wij, denk ik, hier lokaal in Hardenberg nog heel goed in staat zijn op een normale manier met respect voor elkaar het gesprek blijven voeren. En ik zie af en toe ook in Hardenberg de politieke tegenstellingen, dat die meer gezocht worden om het debat te voeren. Dus ik zou het ons gunnen dat we met elkaar over de inhoud blijven spreken. Want daar heeft uiteindelijk de inwoner ook het meest baat bij. En dat past ook bij Hardenberg, zou ik zeggen. Mevrouw Kelder, wilt u daar iets over zeggen? Ja, we moeten dicht bij die inwoner blijven. En dat proberen wij als Op Koerspunt nu ook. Maar we zijn een lokale partij en we doen aan lokale politiek zonder omwegen. Dus we willen niet achterlangs gaan. Dus we willen ze dat vertrouwen ook geven, de inwoners. Mag ik daarop reageren? En dat... Nee, u bent geweest. Eerst even mevrouw Kelder. En we willen ze daarom ook het vertrouwen geven dat als er wat is, dat ze bij ons terecht kunnen om te vragen van hoe kan dat en kunnen we het veranderen. Dus wat dat betreft staan we open voor alles. Meneer Bosso, wilt u daar iets over zeggen? Ja, ja, graag. Want ik denk dat het wel even belangrijk is om hier te zeggen, wij zijn allemaal lokale partijen. Al onze kieslijsten zijn gevuld met mensen hier uit de gemeente. En wat ik heb gemerkt in de vier jaar dat ik hier in de gemeenteraad zit, is dat de mensen ons best wel weten te vinden als er dingen zijn die gebeuren moeten. Dan is het aan ons de opdracht om te doen wat we doen kunnen, maar ook om te vertellen als iets niet kan. En niet alleen voor de gemakkelijke winst te gaan, want die is soms best wel aantrekkelijk. Het is best wel aantrekkelijk om iedereen te vertellen van, ja, dat gaan we doen en ja, we gaan een schitterende haven aanleggen en ja, we gaan daarin investeren, maar we kunnen niet alles doen. En ik denk dat van het grootste belang is. Meneer Breukeman, dank u wel. Meneer Breukeman als laatste. Ja, ik zou er nog graag iets aan toe willen voegen. Kijk, het mooie van Hardenberg is, we zijn een gemeente van 60.000 inwoners. Dat betekent dat we ook de omvang hebben om wat te kunnen doen. En de cultuur die we hier hebben, in ieder geval een cultuur waar ik zelf voor sta, is dat je ook als wethouder, als bestuurder, ook gewoon bij mensen aan de keukentafel komt die iets hebben met een vergunning of die een initiatief hebben. Die laagdrempeligheid, die moeten we erin houden. Maar ik zou richting Op Koers daar nog wel iets over willen zeggen. Want zij hebben in drie jaar tijd drie wethouders versleten en ook twee keer een wethouder van buiten. En niks ten nadele van de persoon, maar een wethouder van buiten die bijvoorbeeld in Slagharen denkt dat hij bij een basisschool in Balkbrug staat, of die in Schuine Sloot vermoedt dat hij in Marienberg is, dat draagt niet bij aan een stukje lokale kennis. En die lokale kennis weten wat hier speelt bij mensen aan de keukentafel, kon wel eens het allerbelangrijkste zijn om voor mensen het vertrouwen in de politiek te houden. Ik wil u mag daar even kort op reageren. Ja, oké. Want ik ben daar niet helemaal mee eens. We hebben gezocht
naar een goede wethouder. Ja, we hebben gezocht naar een goede wethouder. Dus die hebben we gevonden. We hebben het aan hem voorgelegd aan de coalitiepartijen. En of die hem goed bevonden. En daar waren ze mee akkoord. Dan moeten ze nu niet zeggen dat het niet durft. Niet achteraf gaan klagen dan? Nee, precies. Er was niks anders. Ik wil graag dat de ChristenUnie en GroenLinks naar voren komt. Stelling 6, heren. Omdat kinderen lijden onder gebroken gezinssituaties, moeten we investeren in mogelijkheden tot voorbereiding op ouderschap en ondersteuning bij echtscheidingssituaties. Meneer Boshoven. Ja, en ik denk dat die paar zinnen die daar als voorwoord voor de stelling worden gegeven, hè, omdat kinderen lijden onder gebroken gezinssituaties, ik denk dat daar wel een belangrijk verschil in zit. Want dat gaat mij te ver. Niet alle kinderen die zullen onder gebroken gezinssituaties lijden. Voor sommige gevallen is het ook gewoon beter dat de ouders scheiden. En om dan te zeggen van als gemeente moeten we daar ons in gaan mengen, dat vind ik niet aan ons. Meneer Tristan. Nou, ik denk dat de stelling ook niet de suggestie werkt dat elk kind lijdt. Overigens denk ik, durf ik wel de stelling aan dat geen kind het fijn vindt om geconfronteerd te worden met een echtscheidingssituatie. Maar als de cijfers ook leren dat 60%, en dan hebben we het over kinderen die, van alle kinderen die onder toezicht staan. En dat zijn dus kinderen die bijvoorbeeld binnen het gedwongen kader of in de jeugdbescherming uit gebroken situaties komen, dan zeggen wij een tweetal dingen. Je moet dus inderdaad, af en toe is scheiding aan de orde. Overigens is dat groeiend. En we zien een relatie ook met de jeugd. Dus vanuit het perspectief van de jeugd zeggen wij dan als ChristenUnie van kijk ook, we denken op alle fronten preventief. We doen het met overgewicht. Niet ieder kind zeggen we dat hij gezond moet gaan eten omdat hij anders last heeft van overgewicht. Met roken bieden we programma's aan. Laten wij, als wij die beweging willen maken naar de voorkant, laten we dan ook investeren in op het moment dat het kind verwacht wordt, dus op het gebied van ouderschap, maar als u de stelling heeft gelezen, ook in echtscheidingssituaties. En altijd het argument, daar mag een overheid zich niet in mengen. Wij mengen ons in heel veel dingen. Ik meng mij absoluut niet als overheid in het vraag, mag je scheiden of mag je niet scheiden? Dat is in de relatie, dat is in de gezinnen. Maar als wij met elkaar een beweging ten gunste van onze jeugd willen maken, investeer daar ook in. Meneer Boshoven. Ja, kijk, ik denk dat er een belangrijke nuance gemaakt wordt. En meneer Tritsa weet ook, als wethouder heeft hij vaak het debat gevoerd met mij in mijn rol als fractievoorzitter van GroenLinks. En hij weet ook, we hebben elkaar vaak gevonden. Ook als het ging over preventie. En dat is op al die gebieden. En ik ben er helemaal voor om te zorgen dat vooral jonge mensen zo goed mogelijk klaar zijn voor het volwassen leven. Hè? En daar hoort wat mij betreft alles bij. Hè? Daar hoort bij dat er vrij kan worden gesproken over seksuele voorlichting in deze gemeente bijvoorbeeld. Dat er kan worden gesproken over anticonceptie. Dat soort onderwerpen moeten we ook investeren allemaal bespreekbaar of niet? Zijn. Daar moeten we in investeren. En als wij als gemeente meer kunnen doen om die ondersteuning te geven als ouders dat zelf willen bij een scheiding, omdat het beter is voor een kind. Volgens mij zijn de voorzieningen daar best wel goed voor op orde. Maar als we daar meer voor kunnen doen, dan zult u GroenLinks aan uw zijde vinden. Maar wij gaan niet iets opzuigen om het aantal scheidingen terug te dringen. Want die beslissing is echt aan de ouders zelf. Ik heb het idee dat hier iets moois ontstaat, want u komt dichter bij elkaar. Nee, maar het klopt. Ik ontmoet in de heer Boshoven iemand die meedenkt om ook de beweging tot stand te doen. Maar we moeten eens even van een soort van heilig huisje gaan opwerpen, alsof de overheid zich bemoeit met wat achter de voordeur. Ik hoorde de heer Rodemond ook zeggen, dat is absoluut niet aan de orde. Maar als wij met een beweging bezig zijn waar heel veel van onze kinderen onder lijden, dan doen wij niets anders dan aan de voorkant met elkaar het goede gesprek voeren en het te faciliteren. En we dringen niets op. Maar als wij met een beweging zijn, en jeugdhulp is in beweging, en we maken mooie stappen in de gemeente Hardenberg, dan ontkom je er niet aan om ook hier in de positieve fase van het leven, want ouderschap heeft effect op de relatie, om daar het gesprek ook met ouders voor te voeren. Heel kort. Zeker, zeker. Maar als ik nog mag zeggen, maar er wordt een soort relatie gelegd tussen problemen bij kinderen vanuit een gebroken gezinssituatie en jeugdhulp die daar nodig is. Maar laten we daar wel breder naar kijken, want sommige gevallen van die kinderen die zullen ook in jeugdhulp terecht zijn gekomen als die ouders niet zijn gescheiden. Dus zit een bredere sociale problematiek achter. Laten we daar ook goede analyses van maken. Laten we daar ook op inzetten. En dan wel in totaliteit kijken. En dan deze stelling, die spitst mij dan veel te veel toe op één specifiek geval, terwijl we breder zouden moeten gaan kijken naar wat onze samenleving, wat onze ouders en wat onze kinderen bovenal in deze gemeente nodig hebben. Heren, dank allebei.
Ja, we zitten aan de tijd, sorry. Oh, ja, okay, ja, prima. Nu gaan we terug naar uw tafeltje. Dion, die staat dan weer op zijn post. Ja, absoluut. We hadden het net al met GroenLinks en 50PLUS over de haven in Harderberg. En Albert heeft hierover een mail ingestuurd met een vraag aan de ChristenUnie. Is het verstandig om een deel van de centrumparkeerplaats op te offeren voor een grotere haven en dus het hoge water ver de stad in te halen? We werken op alle fronten aan hoogwaterbescherming. Dus dit leidt niet tot verhoging van het hoge water en dat we dichter bij de stad halen. Want als daar het hoge water komt, dan komt het al in de stad. Dus dat risico, dat zie ik niet. Maar is het verstandig? Ik denk dat we ook juist voor de binnenstad, en uiteindelijk doen we het daarvoor, hè, om Harderberg beter op de kaart te zetten, ook vanuit sociaal-economisch gebied, zul je ook rekening moeten houden met de middenstand, hoe we wel met het verlies aan parkeerplaatsen om zullen gaan. Dus daar zullen we wel degelijk ook over moeten gaan nadenken. Maar het verhoogt de belevingswaarde en vergroot niet het risico. Dat zou ik wel durven stellen. Dank u wel. Mevrouw Kelder en meneer Schuurman, mag ik u verzoeken? Stelling 7. Ja. Er mogen geen windmolens op land worden geplaatst. Ja, daar ben ik voor. Dus daar zijn we op tegen. Alleen wat ons dan opvalt, dat is dat op koers in het programma zit, we zijn er op tegen. En wanneer er een motie ingediend wordt om meer zo'n goed onderzoek te doen naar windmolens in een bepaald gebied, dat ze daar tegenstemmen. Dat is een onderzoek om te kijken of er draagvlak voor is, nee, voor windmolens. Nee, ik had 29 september 2019 heb ik een motie ingediend om eerst te kijken van wat gebeurt er in het gebied, ook op Duits gebied. En daar waren jullie op tegen, omdat het voort moest gaan. Ja, de commissie die ingesteld is om het onderzoek verder te doen naar draagvlak in het gebied dat de gemeente had aangewezen, dat moest voort. Dat moest duidelijk worden wat daar het draagvlak van de mensen was in dat gebied. En dat vind ik dus belangrijk. En het draagvlak, de commissie is inmiddels niet meer, daar is gestopt. Dus die wensen ook geen windmolens. Dus daar is nu aan voldaan. En ik vind dan dat dat precies komt door dat onderzoek dat we hebben gedaan voor het draagvlak. Maar als jullie allebei tegen die windmolens zijn, hoe wil je dan die klimaatdoelstellingen halen? Nou, we zitten nu op een goed niveau al. Al verder dan we eigenlijk moeten in 2030. Dus wat dat betreft zal er nog veel alternatieve mogelijkheden bekeken kunnen worden om de doelstelling te halen zonder windmolens. Mag ik het even? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, het is natuurlijk een machtig mooi verhaal. In je verkiezingsprogramma zet je van, we zijn er op tegen, op windmolens. Ja, en je bent een eindje verder, samen in een college. En dan is het verkiezingsprogramma, gaat de vecht in, om het nou zo even te zeggen. En er komen wel windmolens. Want jullie wethouder was toch goed voor windmolens? Onze wethouder, die vervulde zijn taak als wethouder. En hij moet naar de raad luisteren. Ja, maar kijk, hij moet ook naar jullie luisteren. Het is jullie wethouder. Nee, zo werkt dat niet in ja, de politiek. Ja, zo werkt het wel. Nee hoor. Jullie verkopen. Nee, ben ik niet met u eens. De wethouder die moet naar alle klanten die in de raad zitten luisteren. Naar alle partijen. Meneer Schuurman, denk daar anders over. Ja, absoluut. Ik bedoel maar, wanneer je dan weet dat een college wil dat de windmolens komen. En je bent erop tegen, moet je zeggen, ik stap niet in college. Dan moet je vliegen mij zijn. Dan ben je politiek consequent. Dan ben je politiek consequent en nu niet. Het is inconsequent. Mevrouw Kelder, meneer Schuurman, vindt u inconsequent? Ja, dat hoor ik. Maar dat ben ik niet. En dat is onze partij ook niet. Want we hebben vooraf gezegd, als we in het college of in de coalitie stappen, dan kunnen we niet voor windmolens zijn. We willen wel een onderzoek doen naar draagvlak. En dat toont dan aan dat we geen windmolens krijgen. En dat is er gebeurd, meneer Schuurman. Nee. Verder niet. Nee, dat is niet. Meneer Schuurman heeft het woord. Dat is absoluut niet gebeurd. De commissie heeft tegen aangegeven aan uw wethouder dat ze het er niet mee eens waren. En dat ging maar door en dat ging maar door. Aan de wethouder, maar u, als u dat aangeeft aan de wethouder, dan doet de wethouder daar ook wat mee. Vandaar ook dat hij zijn werk goed doet als wethouder. Het laatste woord is aan meneer Schuurman. Ja, ik ben het dus absoluut niet meer. Je gooit mensen een zand in de ogen met een verkiezingsprogramma. Nee hoor, want meneer Schuurman had het laatste woord. Sorry, hartelijk dank allebei. Durf je nog met z'n tweeën aan de tafeltje te staan? Komt dat nog goed? Ja. Dan gaan wij weer even naar Dion. Ja, hoi.
Rita is benieuwd. Vraag aan 50PLUS. Senioren zo lang mogelijk regie geven over hun eigen leven. Hoe ziet dit eruit? En dan graag concrete voorbeelden. Hoe ziet dat eruit? Nou, kijk, je kunt op een gegeven moment van allerlei dingen gaan bedenken voor de ouderen. Maar laten ze zelf de regie houden. Kunnen ze dat niet meer, dan moet je in overleg met de ouderen kijken van hoe pak je dit op. Maar niet van bovenaf opleggen. Samen dingen samen bekijken of je iets wel wil samen of niet wil. Wel of niet. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Dan gaan wij naar de laatste stelling toe. Partij van de Arbeid en D66. Goedenavond. Over 4 jaar hebben alle inwoners van de gemeente Hardenberg een betaalbare woning die bij hun portemonnee past. Ja, dat is toch al een boude stelling. Je kan het er eigenlijk niet op tegen zijn dat we de mensen gunnen, eigenlijk over een jaar al, dat men een woning heeft die past bij de portemonnee. Alleen vraag ik me wel af, wat hebben we dan in de afgelopen periode allemaal gedaan om dat te bewerkstelligen? Ik zeg dat omdat we heel erg aan het bouwen zijn en we hebben ook allerlei bouwplannen. En we weten niet zo goed wat de woonbehoefte op dit moment is, lijkt het wel. En dan bouw je dus eerst lukraak allerlei woningen, duizenden woningen in Hardenberg. Onder andere 1000 woningen om de overloop van Zwolle te faciliteren. En we kijken niet zo goed naar die portemonnee. Dan vraag ik me af, A, wat hebben we gedaan in de afgelopen 8 jaar om dit te bewerkstelligen? En wat gaan we dan in de komende 4 jaar precies doen? Dat gaat meneer Luisman u nu vertellen. Fijn. Even over de stelling. Het is meer een statement dan een stelling. Laten we daarmee beginnen. Ik was overigens blij dat al die bordjes groen waren toen deze stelling voorgesteld werd. Dus iedereen is het ermee eens. En als ik het heb over betaalbare woningen, dan kijk ik naar de portemonnee van de mensen. Wat we de laatste jaren zien, is dat woningen alleen maar meer gaan kosten. Meer. Als we op Funda kijken, is in Hardenberg bijna niks te koop. Uw partij, meneer Rodemond, geeft aan 3000 woningen in de komende 4 jaar. Of 3000 woningen, tenminste, dat staat in het programma. Daarnaast zegt u, met name voor de mensen die een modaal inkomen hebben. Ik denk dat er in de gemeente Hardenberg ook heel veel mensen wonen die geen modaal inkomen hebben, maar die wel belast worden met een huur wat jaarlijks steeds oploopt. En dat betekent voor die mensen dat ze een te groot deel van hun inkomen moeten gebruiken voor wonen, voor huren, voor het betalen van energie. En dat er weinig geld overblijft voor hun om gezond te kunnen eten, of om een sport te kunnen doen, om ontspanning te kunnen doen. En ik vind het met name belangrijk voor de kinderen van deze mensen, dat die ook gewoon mee kunnen doen in onze samenleving. Dus ik maak mij zorgen over de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm en tussen het betalen van wonen en hoe je dan woont. Meneer Rodemond. Dus vandaar dat ik dit statement heb gemaakt voor betaalbare woningen. Juist. Wij vinden elkaar wel in de zorgen. Wij zien ook natuurlijk een kloof tussen arm en rijk en dat er steeds duurdere woningen komen en dat we steeds minder mensen zien die dat ook daadwerkelijk kunnen betalen. Die doorstroom en de instroom van de woningmarkt, die willen wij gewoon graag faciliteren. We hebben oog voor allerlei doelgroepen. Dat zijn niet alleen ouderen en jongeren, dat zijn ook de nieuwkomers in onze gemeente. Dat zijn allerlei vormen van gezinnen die we hebben. Mensen die van buitenaf hier willen komen wonen om hier te kunnen werken. Noem het maar op. Dus we willen graag een diversiteit aan woningen hier realiseren. Maar om nou te zeggen, over 4 jaar heeft iedereen een woning die bij de portemonnee past, vind ik wat bout. En nogmaals, het levert bij mij de vraag op, wat hebben we in de afgelopen jaren gedaan? Uw partij zat natuurlijk wel in de coalitie. U heeft daarop kunnen sturen. En dat hebben we dus niet gedaan, blijkbaar. En u kunt u vertellen waarom dat niet gebeurd is? Nee, dat kan ik niet. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ik ben trouwens ook nieuw in dit arena. Ik ben ook nieuw in het debatteren over dit soort toestanden. In die zin heb ik de actieve politiek van de laatste 4 jaar op dit punt niet zo goed gevoeld. Dus in die zin kan ik uw vraag gewoon niet beantwoorden. Maar ik weet wel wat ik voor de komende 4 jaar het wel een zorg is. En dan zal ik me sterk maken om dat wel waar te maken. Dan vindt u ons op uw pad in ieder geval in die ambitie. Dank u wel. Oké. Hartelijk dank allebei. Yes. U mag weer terug naar uw tafeltje. Dion is er nog, want we naderen het einde van de uitzending. Is er nog een laatste vraag? Zeker, er is nog een vraag binnengekomen voor de Partij van de Arbeid. Namens Jasper. En hij geeft aan, jullie gaan voor algemeen belang en eerlijkheid. Wat is jullie geheim om het iedereen naar de zin te maken? Sorry, kun je het laatste herhalen? Ja, wat is jullie geheim om het iedereen naar de zin te maken? Ik geloof niet in het feit dat ik het iedereen of wij als Partij van de Arbeid het naar de zin kunnen maken. Er zullen altijd verschillen in onze samenleving bestaan. Ik bedoel, kijk alleen maar tussen
Bert en, van de VVD en mij. We hebben gegarandeerd nuanceverschillen. Ondanks dat hier vanavond verteld is, dat we het allemaal op heel veel dingen het wel eens zijn. Dat is niet zo. Bedoel, het is niet voor niks dat er geen vertrouwen is in de politiek. We hebben nu een coalitie in Den Haag zitten. De VVD is daar de grootste van. Maar als we dan eventjes naar meneer Rutte kijken, wat hij de laatste jaren allemaal heeft beloofd en wat hij daarvan waarmaakt. Nee, zo eensgezind kennen we niet. U maakt even zijsprongje richting Den Haag. De vraag was even, hoe gaat u... Juist. Kan ik het iedereen naar de zin maken? Ja. Het antwoord is, nee, ik zal het nooit iedereen naar de zin kunnen maken. We zullen altijd verschil van mening blijven houden over verschillende dingen. En dus ja, blijven we altijd die verschillen houden? Ja. Helaas wel. Nou ja, het biedt ook uitdaging dan toch? Het biedt zeker uitdaging. Oké, en daarmee komen we aan het eind van dit lijsttrekkersdebat. Ik ga toch nog even vragen naar wat prognoses. Over een kleine week gaan we naar de stembus toe. Volgende week maandag kan dat geloof ik al, maar woensdag is eigenlijk de stemdag, de 16e. Meneer Breukeman, doe eens een prognose voor uw partij. Ja, prognoses doen we niet aan, maar we hopen de grootste partij van Hardenberg te worden. En zo ook voor inwoners samen een beetje te werken aan een gelukkig Hardenberg. Meneer Rodemond, prognose. Mijn idee is nu dat we in ieder geval een forse winst gaan doormaken als D66. En ook wij gaan natuurlijk zorgen voor een mooi en voortvarend Hardenberg. Ook voor onze kindskinderen. Meneer Triestap, ChristenUnie? Wij vertrouwen op een goede uitslag en verwachten enige groei. Borshoven, GroenLinks. Ja, Hardenberg snakt natuurlijk naar gedurfde groene politiek. Dus ik kan niet anders verwachten dan dat wij ook flink gaan groeien. Mevrouw Kelder, op koers.nu. Nou, dat zou nog heel wat zijn als ik zei van, oh, we willen groeien. Maar goed, we hebben 6 zetels en we hopen dat we die behouden. Dat is wel ons streefdoel. Oké, meneer Schuurman, 50+. Nou, we hopen dus inderdaad weer op 2 zetels te komen. Want 1 zetel is ons langs de neus gegaan. Door het vertrek van een van onze fractieleden op koers. En die hopen we toch weer terug. U wilt er naar die 2 toe? Wilt u weer naar 2 toe, ja. VVD, meneer Gelling. Ja, VVD wil graag zorgen voor continuïteit in het bestuur. En daarvoor denken wij dat 6 zetels een mooi streef is. Mag ik één opmerking maken in aanleiding van de kronkel die net zo mooi naar Mark Rutte werd gesteld. Want ik ben het met u eens dat lang niet alles goed gaat. Maar ik kan u vertellen dat ik in ieder geval heel blij ben dat nu Mark Rutte opereert op het internationale toneel en niet iemand anders. Dat statement is gemaakt. Meneer Luisman, prognose voor komende woensdag. Ik wil bescheiden zijn en ik wil graag dat de andere partij iets minder zetels krijgt, of dat wij iets meer zetels zouden kunnen krijgen. Dus ik ga voor meer zetels. Oké, hartelijk dank. En daarmee wil ik u alle 8 de komende dagen nog een goede campagne wensen voor wat dat nog over is en wat u in de komende tijd nog kunt gaan doen. Ga vooral komende woensdag stemmen. Het is het meer dan waard. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de andere keer.